Hoi. Mijn naam is Johan Lubbers en ik ben onder andere de schrijver van de fantasy-serie De Komeet, waarvan het eerste deel Doktoren van de Staat in de zomer van 2018 is verschenen en het vervolg dit jaar verschijnt. En op dit moment ben ik bezig met de redactie van het boek en ik wilde jullie een kijkje achter de schermen geven. Dus het hele verhaal is geplot, geschreven, langs enkele proeflezers gegaan en zelf en heel veel keer gecheckt. En dan is het redactie klaar. Mijn redactrice voor dit boek is Natasja van Lemt, die ook schrijver is bij mijn uitgeverij Zilverspoor Zilverbron en redigeert voor Van Lemt redacties. Hoe het werkt is, zij redigeert één hoofdstuk en stuurt dat dan naar mij toe. Daarin staan comments, die kan ik accepteren. Of als ik het er niet mee eens ben, kan ik die weigeren en aangeven waarom dit wel zo zou moeten zijn. Vaak zijn dit kleine dingen in de zin, dingen die niet kloppen, of een spelfout, taalfout, of dat het gewoon niet lekker loopt. Af en toe zijn het grotere dingen, zoals er kan wel eens een alinea sneuvelen die niet zoveel toevoegt. En er zijn zelfs twee hele hoofdstukken gesneuveld die niet zo heel belangrijk waren voor het verhaal en de spanning eigenlijk een beetje ophielden. Het waren wel leuke hoofdstukken, maar ja, ook dat moet je doen als schrijver. Maar genoeg gepraat over hoe het precies werkt. Laten we kijken naar het allereerste hoofdstuk en de allereerste pagina. Let op, lichte spoilers voor de mensen die boek 1 niet hebben gelezen. Zo, dit is het eerste hoofdstuk wat ik heb teruggehaald van mijn redactrice. En ze heeft hier gelijk een comment achtergelaten, waarin ze zegt dat deze drie zinnen beginnen allemaal met hij. Dus ik zou er eentje omgooien. Laten we even kijken. Er staat, hij was een jaar of 30 gekleed in het blauwe gewaad van dokter. Hij was mager en hij leek vriendelijk. Daar heeft ze gelijk in. Het is niet fijn om elke keer met hij te beginnen. Dus wat ik bijvoorbeeld kan doen, is deze weghalen. Deze weghalen. Kommaatje doen. En dan hier een andere zin schrijven. Net als andere... En zo heb ik voorkomen dat het drie keer met hij begint. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere oplossingen om tot die mogelijkheid te komen. Maar dit was er eentje. Nou, laten we kijken wat ze nog verder heeft gezegd. Hier, het interesseert Oswald niets wat Derek vond van de goedkopere zorg, had ik gezegd. Maar vond moet achteraan de zin. Dus wat ik kan doen, is ik kan de deletion accepteren en de insertion ook accepteren. En dan staat het direct goed. Als we dan hier verder kijken, zie ik dat ik een woord aan elkaar heb moeten schrijven, in plaats van er twee woorden van te maken. Hier heb ik staan, daar wachtte Oswald op. En hij knikte bevestigend. Maar hij was aan het wachten. Dus het moest had gewacht zijn. Dus die kan ik inderdaad gewoon accepteren als ik het daarmee eens ben, wat ik ook zo ben. En hier staat, hij liep langs de dokter en stond in een kleine praktijk. Nee, hij staat er niet in. Hij gaat naar binnen. Daarin heeft Natasja een goed punt. Dus ze kan gewoon de deletions en de insertions accepteren. En dan hier heb ik Oswald ging zitten en nam dankbaar in een hete mok aan. Een dampende hete mok, dat is dubbel. Dus dat kan weg. Dat was niet nodig om heet te zeggen of niet nodig om dampend te zeggen. Maar dampend is wel mooier, dus laten we het inderdaad op die manier doen. En hier heb ik hetzelfde eigenlijk. Het was hartje winter en het was koud buiten. Ja, het is altijd koud in hartje winter. Tenminste in mijn wereld wel. Dus die zin voegt niks toe en kan dan weg. Zo, dat was de eerste pagina van het eerste hoofdstuk van mijn nieuwe boek. Ik moet het dan helemaal doorlopen. Kan het opsturen naar Natasja. Zij verwerkt die comments en dan doen we nog een tweede ronde voor wat fine-tunen. Behalve als we het echt oneens zijn over iets, dan kan er nog een derde ronde volgen. Of als er echt iets herschreven moet worden, een groot hoofdstuk. En uiteindelijk lopen we zo elk hoofdstuk door en dan is het uiteindelijk klaar om uitgegeven te worden en kan het naar de drukker.
Ik hoop dat jullie dit kijkje achter de schermen leuk vonden. Wil je nu meer van dit soort filmpjes zien? Dat kan op mijn YouTube kanaal. Of volg me via Instagram voor al mijn andere content. En je kan me daar ook altijd een berichtje sturen. Bye!